Het is 2:00 's middags. Het is redelijk donker, om het zo te zeggen. De temperatuur is vandaag min 69. Er staat iets wind, dus de gevoelstemperatuur is min 93. En ik ben voor Backfinder. Dat is een experiment naar bacteriegroei op Antarctica. Ben ik sneeuwsamples aan het nemen. In november vloog Van den Berg naar de Zuidpool. De start van een bijzondere periode voor de 33-jarige huisarts. Voor ruimtevaartorganisatie ESA bestudeert hij onder meer de psychologische effecten van langdurige isolatie en duisternis. Daglicht is heel belangrijk voor het in stand houden van een normaal dag- en nachtritme. Voor een van mijn experimenten maken we gebruik van daglichtsimulatoren om de zonsopkomst na te bootsen. Iedereen draagt een horloge, waarmee we de hoeveelheid en de kwaliteit van de slaap kunnen meten. En door het gebruik van de daglichtsimulatoren proberen we te kijken of we daarmee de kwaliteit van slaap kunnen verbeteren. Concordia ligt op een van de koudste en droogste plekken op aarde. Maar dat heeft ook zo zijn voordelen. Een daarvan is de kou zelf. Ik heb vanochtend wat bloedsamples genomen. En als ik ze dan in de vriezer wil leggen, dan doe ik het raam open. En tussen de twee ruiten is het ongeveer min 40, min 50. En perfect om mijn samples in te vriezen voordat ik ze naar de container breng. Van den Berg is de enige Nederlander op de Frans-Italiaanse basis. Je suis Nicole Hubert. J'ai 22 ans et je suis hivernante glaciologue française. Bonjour, donc je m'appelle Henri Vandeneuve, j'ai 27 ans et je suis plombier chauffagiste à Concordia. Bonjour, moi je m'appelle Bertrand, bonne foi. J'ai 43 ans bientôt. Et ici, qu'est-ce que j'aime ici? La tranquillité surtout, la paix. We proberen wel dingetjes te doen met bijvoorbeeld samen een film kijken. Dan is het ook weer lastig. Ik bedoel, de voertaal is Frans hier. Mensen kijken dan liever toch. De Fransen kijken liever een Franse film. De Italianen kijken liever een Italiaanse film. En ik kijk liever alle twee geen Franse of Italiaanse films. Er zijn eigenlijk maar twee mensen met wie ik gewoon normaal het Engels kan spreken. Alleen dat is voor hun weer een stuk moeilijker. Dus het is ook op communicatieniveau is het best lastig om hier wat dieper te komen. De bemanning zag het eerder dit jaar nog wel zitten. 3 maanden duisternis en isolatie. Er werd zelfs samen Koningsdag gevierd. Maar de sfeer is inmiddels behoorlijk omgeslagen. Het is wel heel anders dan ik had verwacht. Dat vind ik het zwaarste eigenlijk, de groepsdynamiek. En het feit dat er gewoon een aantal mensen zijn die steeds negatiever worden. Er zijn geen gevechten geweest over de laatste appel en dat soort dingen. Verbaal is er af en toe wel agressie. Mensen zijn gewoon ongelukkig. En in plaats van dat ze dan denken, hey, ik ga wat aan mijn persoonlijke ontwikkeling doen, zijn ze wat meer aan het externaliseren. En dan zie je dat ze gewoon over allerlei kleine dingen gaan klagen. Le sommeil et le fait de pas se décaler et d'avoir des heures fixes pour les repas, c'est des choses qui sont, je pense, très importantes pour la nuit polaire. Met Henri gaat het nog wel goed. Hij is nog niet doorgedraaid. Nee, het is ook een van de positieve mensen. Dus dat is ook wel een leuke kerel. Maar ook je merkt met sommige mensen wel, met twee mensen eigenlijk waar ik wel een beetje op en af, waar ik me wel echt af en toe serieus zorgen om maak. Omdat je gewoon zijn gedrag vertonen dat je denkt, mensen ontsporen een beetje. Eerder dit jaar wilde de bemanning nog meewerken aan opnames voor Nieuwsuur. Maar ook dat is nu voorbij. Je ziet dat mensen steeds minder gemotiveerd zijn om eigenlijk ook maar iets te doen. En dat geldt ook voor het aanleveren van beeldmateriaal. Als ik vraag van, hey, mag ik een filmpje maken? Normaal was het zo, morgen. Op een gegeven moment was het zo, misschien volgende week. En nu is het zo, ik moet er nog even over nadenken.
Morgen is een belangrijke dag voor de 12 poolbewoners. Dan gaat eindelijk voor het eerst in 3 maanden de zon weer schijnen. Afgelopen zaterdag hebben we besproken dat we wel dat we even gaan proosten op het moment dat de zon er is. Maar ja, ik hoorde vandaag ook weer wat mensen zeggen, waarom moeten we dat nou doen en het is koud. En, dus nou ja, misschien sta ik daar met 4 man. Ik ga wel op het dak staan om te proosten, want ik denk dat is altijd leuk om te doen. Het onderzoek van de Nederlander wordt gebruikt bij de voorbereiding voor bemande missies naar Mars. Voor conclusies is het nog te vroeg. Maar Van den Berg is er inmiddels wel achter hoe belangrijk selectie van de bemanning is. Hier zijn een aantal mensen waarvan ik denk dat de selectie, die zijn misschien inhoudelijk wel heel goed. Hè? Iemand die misschien heel goed is in het ICT-werk, misschien wel de beste is daarin. Maar als je dan kijkt naar de persoonlijkheidskenmerken, is dat iemand die bijvoorbeeld niet zo geschikt is om hier te zijn. Sommige mensen hadden niet door de selectie moeten komen. En ja, die zijn er wel doorheen gekomen. Dat zie je na een paar maanden. Ja.